Hallo jongens, welkom bij een nieuwe video. Je zag waarschijnlijk de titel van deze video. En je dacht waarschijnlijk... Roman, wat is dit voor titel? Waarom ziet dit er niet als een game uit? Dat ga ik je straks allemaal vertellen, maar eerst wil ik nog even iets zeggen. Want Kermit Raadt Namen deel 3 heeft al de 5 likes gehaald, alleen... De video moet nog worden gemaakt. Ik had beloofd. Ik weet niet of ik dat al heb gezegd in mijn video's. Want ik heb nog heel veel video's die nog geüpload moeten worden. Maar daar heb ik dus gezegd. Bij de vijf likes op Kermit Raadt Namen deel 3 ga ik Kermit doen. Die reageert op zijn eigen Friday Night Funkin' Mods. Ik weet niet of ik dat al heb upgeload. Volgens mij wel. Ik weet het niet meer. Volgens mij zei ik het een keer in één video, dus... Maar goed jongens, nu nog even over die titel. Dit is geen game, maar ik dacht... Ik leg even iets uit... Dat in deze tijd veel views heeft. Ja. Iets dat veel views heeft. Maar goed. Sorry. Ik heb een heel klein beetje last van mijn keel, jongens. Maar een heel klein beetje maar, hoor. Het is niet erg. Maar gewoon een beetje irritant. Sorry. Maar goed, ik ga het nu even uitleggen. Want je zag waarschijnlijk de titel van deze video. The Backrooms uitgelegd in het Nederlands. Ja, laten we even bij het begin beginnen. Wat is de Backrooms? Nou, ik zal het even allemaal uitleggen. Het is iets dat is ontstaan op het internet. Er was een foto gemaakt bij een plaats. Dat noemde hij de Backrooms. En dat is dus rondgegaan op het internet. Oftewel Google, YouTube... Er is zelfs een YouTuber die echt nu heel hard gaat met zijn video's over de Backrooms. Dus ik dacht, misschien kan het bij mij dan ook hard gaan. En ik hoef nog 1 abonnee, dan ga ik Minecraft spelen, jongens. Misschien heb ik nu al 25 abonnees, maar ik weet het niet zeker. Maar goed, Dus, dat is dus de Backrooms. Alleen, ik ga nog even, er is nog veel meer uit te leggen, dus dat ga ik even doen. Dus, de Backrooms, want wat is het nou eigenlijk? Het was dus een foto rondgegaan. Ik zal nu even een foto in beeld plaatsen. Hoe die foto eruit zag, die ga je nu zien. Ja, zie je? Je ziet... ze weten al de details. Het is een leeg huis. Het is een leeg huis. Het is niet echt. Er is wel een game over gemaakt. Ook een Minecraft mond... Er zijn Roblox mappen over gemaakt. Ik weet niet of er al een Minecraft map over is gemaakt. Er zijn beroemde modmakers. Of mensen die YouTubers die met commentblokken rondgaan. Die hebben bijna over de miljoen abonnees. 1 al. Dus bijvoorbeeld Phoenix SC. Sorry als ik het verkeerd zeg. Die heeft een Backrooms mod gemaakt. Volgens mij. Of hij testte er een uit. Maar die heeft ook al veel views. Miscat heeft ook zijn eigen Backrooms gemaakt. Er zijn er nog wat YouTubers die de Backrooms spelen. 100 Day Survival. Doen ze allemaal. Zelfs Apuma heeft gemaakt. Ik weet niet of je het zo uitspreekt. Ik kijk haar niet vaak. Maar wat de Backrooms dus is. Het is dus zo'n oud huis uit de jaren 90. Oftewel... rond 1990 en 2000. Daar intussen, dat is de jaren 90. Voor degenen die dat niet weten. Je hebt dus... Het ziet er zo uit. Ik zal even weer de foto in beeld zetten. Van de Backrooms. Je ziet hem waarschijnlijk nu. Dan zoomen we even in. Ja, oké. Okay. Dan zie je dat het staat helemaal leeg. Er is een gele muur. Met raar... hoe heet dat? Dat papier erop. Hoe heet dit nou? Ik weet niet meer hoe dat heet, jongens. Maar dat zit er dus op. Je hebt ook
De grond is van een vloerbedekking. Het is een vochtige, natte vloerbedekking. Niet met dat het onder water staat, maar het is gewoon echt een beetje een vochtig, natte vloerbedekking. Je weet wel hoe kleding voelt als het uit de was komt. Zo voelt het. Er groeien daar dan ook een paar paddenstoelen in de hoeken, zeggen ze. Er zit daar soms ook wat schimmel. Er is altijd... je komt altijd op hetzelfde... Volgens mij kom je meestal wel op hetzelfde plekje uit. Maar alle gangen waar je dan in gaat, zijn dan weer anders voor degene die in het spel gaat. Nou, ik weet dus niet of dat ook in het spel verandert, jongens. Als je twee apparaten hebt en je start gelijk het spel, dat je dan ook echt verschillende gangen hebt. Maar goed, dat is dus... Ja, kijk, je denkt dus, is dat de backrooms? Gaan we nu stoppen? Nee, want als je nu even kijkt hoe lang de video duurt, dan zie je dat het nog wel even doorgaat. En dit is pas deel 1, waar ik, daar kom ik straks op, want anders verklap ik het al. Maar goed, je hebt dus ook nog gewoon een normaal plafond. Je weet wel, dat plafond die ze in klas hebben ongeveer. Maar er is ook nog iets heel belangrijks, wat echt een heel groot verschil maakt aan de backrooms. Dat zijn lampen die heel erg vervelend zoomen. En want het is dus... Oh ja, dat had ik nog niet verteld, maar eerst leg ik het even uit over de lampen. Het zijn dus lampen die zoomen, omdat het zijn oude lampen. Dus die maken ook nog geluid. Dan hoor je de hele tijd... Ik zal nu even het geluid horen van de zoomende lamp, als ik die kan vinden. Je gaat hem waarschijnlijk nu horen. Ja? Oké. Ja, dat is dus het geluid van de lampen. En als je zit daar uren vast. Ik zal zo even uitleggen waarom je daar uren vast zit. In het spel dan. In Minecraft ook. Daar kom je bijna nooit uit. Ik ga straks ook nog even uitleggen hoe je daar komt. En zo. Wat wilde ik nou ook weer zeggen? Oh ja. Ik weet het weer. Je hebt dus zoemende lampen. En als je daar zo urenlang vast zit, dan begint het pijn aan je hoofd te doen. Het zijn die oude LT-lampen volgens mij. Ik weet niet of het zo heet, maar goed. Zo heet het dus. Dat doet dan heel erg pijn aan je hoofd. En dan kan je uiteindelijk gaan hallucineren. Tenminste, ik zal nu even vertellen wat het nou eigenlijk is, waarom je daar uren vast zit. De backrooms is dus zo'n oud huis uit de jaren 90. Alleen... het gaat oneindig door in het spel dan. In het echt kan dat natuurlijk niet, anders is dit de hele wereld vol. Het hele universum, dan is het gewoon alles vol. Dan is er niks anders dan de backrooms. Maar de plaats is echt, het is gewoon een stuk van een... het is gewoon een kamer van een foto, zie je? Het hoeft niet per se oneindig te zijn, het kan wel heel groot zijn. Volgens mij is het ook niet oneindig. Want ze zeggen dat het 600 miljoen mijlen groot is... ik weet niet hoeveel kilometer dat is, jongens. Ik ben niet zo goed daarin. Maar volgens mij is dat 900 miljoen kilometer. En anders weet ik het niet. Ik weet niet wat de mijlen zijn, jongens. Volgens mij is het 2/3 van een kilometer of zo. Of zo. Ik weet niet wat mijlen zijn, jongens. Nee, ik zeg het waarschijnlijk ook helemaal verkeerd. Zoek maar even op Google. Of ik laat nu wel even een plaatje zien van... ik zoek wel even op hoeveel 600 miljoen mijlen zijn in kilometers. Je zal nu een plaatje zien hoeveel dat is. Ja? Oké. Wacht even. Je hebt, maar goed, het gaat dus oneindig door in het spel zelf. Denken ze, of 600 miljoen mijlen. En, zodat het wat trager gaat, jongens, maar het is pas de eerste, hè. Dus ik ben het nog niet even gewend. Maar goed, het bestaat ook uit levels. Je hebt negatieve levels en de normale levels. Die gaan heel lang door. Niemand weet hoeveel levels er precies zijn. Want na een level komt er altijd weer een volgende level, zeggen ze. Of niet. Vandaag praat ik over level 0. Maar je hebt dus level 0. Level 1.
level 2, level 3. Nou, er zijn een paar theorieën over hoeveel levels er zijn. Sommige mensen denken dat het alleen maar level 0 is waar je in belandt. En je daar nooit meer uitkomt. Maar sommigen zeggen ook dat het level 0, 1, 2 en 3 zijn. Daar kom ik in de volgende afleveringen op terug. Wat die levels allemaal zijn. Maar sommigen zeggen ook dat het oneindig doorgaat. En anderen zeggen ook dat het de theorieën gemixt zijn met negatieve levels. Dat die ook bestaan. Nou, ik geloof dat al die levels bij elkaar allemaal bestaan. Dus alle negatieve levels vind ik dat die kunnen in het spel zelf dan. Volgens mij, ja, er zijn heel veel negatieve levels. Er zijn ook fanmade levels, maar die zijn natuurlijk niet in het spel zelf. Ja, ik heb ook niet veel verstand van het spel zelf, jongens, maar ze zeggen wel dat je daar komt. Maar goed, dat zijn dus alle levels. Ik wil nog iets vertellen, maar ik weet niet meer wat dat was. Ja, volgens mij weet ik het weer. Hoe je erin komt. Want je denkt natuurlijk, Roman, hoe kom je in die backrooms? Nou, je komt er dus in door de realiteit te glitchen. En dan denk je, wat, dat kan toch helemaal niet? Nee, maar dat is wel het idee van de backrooms, hoe je daarin komt. Door een tegen een muur aan te glitchen. En in een muur te glitchen eigenlijk. In Minecraft doe je dat door twee zandblokken op je hoofd te zetten. En dan met geluk kom je in de backrooms. Maar dat werkt dus niet in het echt zo. Zand op je kop gooien en dan kom je er niet. Nee, dat kan niet, jongens. Zo werkt de wereld nou ook weer niet. Maar wat wel dus kan, is je kan door een muur lopen. En dan kom je erin. Het ligt eraan. Hoe het zit, er is eigenlijk geen manier voor. Je moet gewoon geluk hebben. Of ongeluk eigenlijk. Want als je erin komt, kom je er bijna nooit meer uit. Meestal kom je er niet meer uit. Helaas. Dat is het dus. En hoe je eruit komt. Door in de backrooms te vinden. Een muur. Waar je doorheen kan. En die brengt je dan naar het volgende level. En daar had ik nog niet over verteld. De entities. Of de entiteiten, de monsters. Elk level heeft zijn eigen survival moeilijkheidsgraad. Je hebt 0. Dat is echt, dan zijn er geen monsters. Dan is het veilig. En ja, nog iets. Daar ga ik later over vertellen. Want eerst, nou in een volgende video, of een andere video. Maar eerst, je hebt dus, level 0 is dus klasse 1. Dus het heeft een lage, het heeft geen entiteit eigenlijk. Of geen monsters. De enige monsters die je ziet zijn door je eigen hallucinaties. Vanwege die lampen. En omdat je er zo vast zit. En je zit alleen, dat is ook belangrijk. Je hebt bijvoorbeeld skin stealers, smilers, facelings. Je hebt dead rats of zo. Dat is het. Maar goed jongens, dit duurt even lang om te editen. Dus het kan wel zijn dat ik al meer abonnees heb of zo. Maar goed, dat is dus het hele principe van de backrooms. Nog één ding eigenlijk. Want je komt er eigenlijk nooit meer uit, denk ik. Nee, volgens mij heb ik wel alles gehad, jongens. Dat is het. Maar goed, dat zou het dan al wel weer even zijn. Vergeet niet, abonneer, like, zeg iets in de reacties en zet het belletje aan, zodat je nooit vergeet wanneer er een nieuwe video is. En dan zou ik nog één ding zeggen en dat is... Was er video. Doei. Oh ja, en de backrooms is best wel iets engs. Dus als je denkt dat je snel bang wordt van dingen, dan zou ik het maar niet gaan opzoeken of zo.
Maar als je bijvoorbeeld een oudere bent, boven de 9 kan of zo. Nou, niet boven de 9, maar gewoon echt best wel oud. Gewoon. Als je een klein broertje hebt, laat het hem niet horen of weten. Want dat kan wel nachtmerries veroorzaken, jongens. Maar goed, ik probeer het ook niet heel eng te houden op dit kanaal. Ja, anders komen er nogal slechte recensies en zo. Je weet wel hoe dat werkt. En dan wordt mijn kanaal misschien wel verbannen, maar ik weet niet precies hoe dat werkt. Dat moeten we nog een keer gaan uitzoeken. Maar goed jongens, hopelijk vonden jullie dit leuk, een keer iets anders. Het gaat over games, dus het is eigenlijk wel gamen met Roman. Games met Roman, eigenlijk meer. Maar goed. Nou, nog één ding. En dat is, was er een video. Doei. Oh, en ik ga binnenkort ook aan shorts werken. Dus kijk die ook zeker en deel ze. Doei.